Deze video wordt u aangeboden door Regenfibre en Shubi Reizen. Hakim, eindstand 2-2. Met welk gevoel sta je hier? Ja, mijn slecht gevoel natuurlijk. Ik denk dat we de eerste helft heel goed hebben gevoetbald. Dat ze eigenlijk niet aan te pas kwamen. Ja, één keer voor de goal, meteen doelpunt. En het is misschien weer hetzelfde verhaaltje, maar dat gebeurt wel vaak. Dat ze één keer voor de goal komen en dat er een doelpunt valt. Nou, goed, het begint al op het middenveld volgens mij. Daar had je hem al kunnen aanpakken en dan gaat hij, ik denk 3-4 spelers voorbij. En dan schiet hij hem in. En dat was denk ik een beetje voor hun ook het moment dat ze het gevoel kregen van aansluitingstreffer net voor rust. En dan gaat het na rust, zetten ze door. En dan probeer je met z'n allen toch nog, je probeert die mentale tik uit te delen om die 3-1 te maken. Nou, dat lukt dan niet. En dan probeer je dan toch die voorsprong vast te houden en dan zie je dat het de laatste paar minuten misgaat. Ja, want de eerste helft, zeg jij net al, kwam CSV totaal niet aan de bal. Jullie drukten CSV terug. Tweede helft was het omgekeerde beeld. Hoe kan dat nou? Ja, nou ja, goed, we hebben met elkaar wel opgehamerd in de rust dat de tweede helft natuurlijk dat heel anders zal worden. Je had natuurlijk enorm veel wind tegen. Ze hadden wind mee. Ik denk dat ook wel een rol speelde, de tweede helft. Zij gingen wat opportunistisch voetballen de tweede helft. En daar gingen wij natuurlijk ook vooruit, hè, vanuit dat ze lange ballen gingen spelen en dan hopen dat het een keer goed valt. Maar ja, goed, kregen ze een paar corners, werden ze ook nog wel redelijk gevaarlijk uit. En wij, op een of andere manier lieten wij ons toch weer terugdrukken, waardoor... je kan er eigenlijk een beetje op gaan wachten dat dan toch dat tegendoelpunt gaat vallen. En dan valt die 2-2 en dat is natuurlijk zuur. Ja, jij scoorde vandaag 2 keer. Kun je de acties nog even omschrijven? De doelpunten, sorry. Ja, nou ja, de eerste, de 1-0. Ik kreeg ervoor natuurlijk wel een mogelijkheid. Ik vond dat het eigenlijk meteen wel een penalty was. Ik denk dat scheidsrechter om... Dat was de tweede of derde minuut. Ik denk dat hij hem dan om die reden niet durfde te geven. Maar ik denk dat het gewoon 100% de penalty was. De 1-0 was eigenlijk... Michel komt van rechts. En die wurmt zich een beetje erlangs. En die legt hem terug. Ik zak iets uit. Ik schiet met rechts. Volgens mij schoot ik hem nog wel vrij goed binnen. Maar goed, op de lat. En toen kwam hij uit de rebound op de lat. Won ik kopduel en alsnog erin. En de tweede was volgens mij ook een hele goede aanval. Hij eindigde op rechts bij Nick Davina. Ja, goed, en dan weet je dat je een goede voorzet kan verwachten. En dan was het voor mij eigenlijk inknikken en de 2-0 maken. Wat moet er nu eigenlijk veranderen? Wil Excelsior 31 weer in een opwaartse spiraal komen? Ja, ik denk dat we al met al vandaag gewoon weer wel goed voetbal hebben laten zien. Ook wel hebben gedeeltelijk hebben laten zien dat we ook wel kunnen bikkelen. Dat we ook wel kunnen, het mentale aspect, dat we dat ook wel hebben. En ik denk dat we daarop moeten voortbeduren. En zoals we wekelijks zeggen, zo meer mogelijk doelpunten tegenkrijgen natuurlijk. Dan moet het goed komen. Maar wat we exact zouden moeten gaan veranderen. Ja, ik ben natuurlijk ook geen trainer, dus dat weet ik ook niet helemaal. Maar ik weet wel gewoon dat iedereen gewoon 100% voor moet gaan. De komende weken het beste van maken en dan zien waar het schip strandt. Hoe frustrerend is het dat je elke keer of verliest of nu de laatste 2 wedstrijden gelijk speelt? Ja, heel frustrerend. Kijk, voor mij is het natuurlijk wel lekker als je een wedstrijd wint en je maakt 2 doelpunten en je wint op die manier de wedstrijd. Je kan daarmee je team helpen. Nou, prachtig. Maar ja, daar hoopte ik een beetje op natuurlijk. En dan lukt dat niet. En dan stelt het eigenlijk ook niet heel veel voor. En dat is wel zuur. En de afgelopen weken hebben we natuurlijk wel vaker dit soort momenten gehad dat op een gegeven moment een bepaalde manier dan een tegendoelpunt krijgt. En dan zakt je de moed ook wel in de schoenen. Maar ja, je moet niet met de koppen naar beneden. We moeten allemaal dezelfde kant weer op. En we moeten nog 6 wedstrijden, denk ik. Daar moeten we met z'n allen gewoon weer 100% voor gaan. En dan zien we waar het schip strandt. Ik hoop niet dat het seizoen natuurlijk als een nachtkaars uitgaat. Maar we zullen zien. Hoeveel vertrouwen heeft dit team nu nog?
Ja, ja goed, we hebben vertrouwen. Ik denk dat het vertrouwen er nog wel is. Het zal misschien wel minder zijn. Maar voor mijzelf, ja, ik heb voor mezelf gewoon iedere wedstrijd dat ik denk bij mezelf van ja, ik moet gewoon iedere wedstrijd weer laten zien. En iedere wedstrijd weer met z'n allen ervoor gaan. Ik denk dat ik vandaag wel een redelijk lekkere wedstrijd heb gespeeld. Ook wel veel energie in de wedstrijd heb gestoken. Nou, ik heb voor mezelf ook wel dat ik dat de aankomende week ook moet blijven doen. En ik denk dat de rest van het team dat ook moet gaan doen. Natuurlijk, iedereen doet dat. En natuurlijk, iedereen die wil het beste ervan maken. Alleen ja, het gaat weer net niet. En dan bewaar je op het einde van de wedstrijd net niet die rust die je misschien moet behouden. En dan, ja, zo'n klungelige goal die komt dan... Kijk, die 2-2, dat kan gebeuren. Dat is een doelpunt, dat is een gelukdoelpuntje. Nou, die valt tussen iedereen en dan komt hij voor de voeten van iemand en ja, dan gaat hij erin. Maar goed, die 2-1, dat mag niet. En dan moet er gewoon iemand de hand op de handrem trekken en zeggen van nou, tot hier en niet verder. En ja, daar moeten we met z'n allen ook gewoon bewust van zijn. Dus de komende week, ik denk dat het gewoon belangrijk is dat we allemaal 100% weer ervoor gaan. En dan maar hopen dat het kwartje een keer de goede kant op valt. Nou, precies. Ik bedoel, als je gewoon met z'n allen gewoon doorgaat. We hebben vandaag goed voetbal laten zien. Alleen het zat net niet mee. En als je dit gewoon blijft volhouden en ook qua mentaliteit. Dan gaat het kwartje ook wel de goede kant op vallen. Dankjewel voor dit interview. Een hele fijne Pasen gewenst. Ja, graag gedaan. Hetzelfde. Deze video werd u aangeboden door Regge Fiber en Shubi Reisen.